In de nieuwjaarsnacht van 2020 zijn bij een brand in een flat in Arnhem 2 mensen om het leven gekomen en 2 zwaar gewond geraakt. Toen zij met de lift op de begane grond aankwamen, woedde daar op dat moment een felle brand. Deze brand was veroorzaakt door vuurwerk dat was afgestoken op een in de entreehal geplaatst bankstel. Hoe kon het gebeuren dat deze brand tot 2 doden en 2 gewonden heeft geleid? En wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden voor de brandveiligheid van woongebouwen? Daarvoor is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gestart. Het flatgebouw in Arnhem heeft 9 woonlagen met 108 woningen. Het gebouw kent 1 vluchtroute naar buiten, die via het centrale trappenhuis en de entreehal loopt. Het centrale trappenhuis en de lift kunnen via de galerijen worden bereikt. Aan het eind van de galerijen is het, met uitzondering van de eerste verdieping, mogelijk met een trap naar 1 andere verdieping te komen. In de entreehal stonden op deze oudejaarsavond 2 banken die een bewoner daar tijdelijk had neergezet om opnieuw te laten gebruiken door een andere bewoner. Iets na 1 uur in de nacht werd door 2 minderjarigen vuurwerk uit de lichtste vuurwerkcategorie afgestoken op 1 van de 2 banken. Het vuurwerk leek te doven en de minderjarigen verlieten de entreehal en namen de lift naar boven. Het vuurwerk was echter niet helemaal gedoofd. Even later vlamde het vuur weer op. De brand in de bank ontwikkelde zich vervolgens zeer snel en hevig, waardoor ook het plafond van de entreehal vlam vatte. Juist op dat moment kwam een gezin met 2 jonge kinderen met de lift naar beneden. Zij waren zich, toen zij de lift instapten, niet bewust van het gevaar. Bij aankomst op de begane grond opende de liftdeur en werd het gezin geconfronteerd met een enorme hitte en een instroom van hete rook met giftige stoffen. Omdat ze onderweg naar beneden op de knop van de 3e verdieping hadden gedrukt, sloot de liftdeur weer en bracht de lift hen naar de 3e verdieping. Toen ze daar aankwamen, waren zij niet meer in staat om zichzelf vanaf daar in veiligheid te brengen. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand in de entreehal. Bewoners van het flatgebouw wilden de flat ontvluchten. Dat was onmogelijk, omdat de enige route naar buiten was versperd door rook en vuur. Op de kop van de galerijen konden zij slechts 1 verdieping naar boven of beneden lopen, maar het gebouw konden zij niet verlaten. Zij voelden zich hierdoor opgesloten, onzeker over de verdere ontwikkeling van de brand. De slachtoffers werden door de brandweer in de lift gevonden. Voor 2 van hen kwam hulp te laat. Deze brand laat zien dat zitmeubilair zoals een bankstel in korte tijd tot een zeer hevige brand kan leiden. Het kunststofschuim waarmee deze gevuld zijn kan gemakkelijk vlam vatten en resulteert snel in een heftige brand met veel giftige rook. De brand laat ook zien dat de brandveiligheid van een gebouw door gebruik en bij verbouwingen kan verslechteren. Het brandgevaarlijke bankstel hoorde bijvoorbeeld niet in de vluchtroute te staan. Ook waren er in de loop der jaren verschillende aanpassingen aan de entree gedaan die de brandveiligheid verslechterden. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van het glas in de deur naar het trappenhuis door een doorzichtige kunststofplaat. Dit heeft bijgedragen aan de brand. Uit dit onderzoek naar de flatbrand in Arnhem zijn lessen te trekken om de veiligheid van woongebouwen te verbeteren. De onderzoeksraad doet daarom de volgende aanbevelingen. In het geval dat een woongebouw maar 1 vluchtroute naar buiten heeft, moet de flateigenaar extra aandacht besteden aan de veiligheid van deze vluchtroute. Samen met de bewoners moet hij ervoor zorgen dat de vluchtroute vrij blijft van obstakels en brandbare zaken. En verbouwingen mogen de brandveiligheid niet verslechteren. Ook gemeenten zouden hier actiever toezicht op moeten houden. De Raad beveelt de minister van Binnenlandse Zaken aan dit actieve toezicht wettelijk vast te leggen. Daarnaast zou de minister de bestaande eisen voor brandveiligheid moeten herijken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat vluchtroutes niet lang genoeg vrij zijn van rook en vuur om veilig te vluchten. Tot slot. Meubels moeten brandveiliger worden. Brandgevaarlijk meubilair zorgt voor ongeveer 10 doden en 100 gewonden per jaar.
Verschillende Europese landen stellen al eisen aan de brandveiligheid van zitmeubels en de materialen die daarin worden verwerkt. De Raad vindt dat Nederland zich bij de landen die hierin voorop lopen moet aansluiten. Thank you.